Ik weet dat ze een beetje lijken op elkaar. Behalve bril nummer 4. Bril nummer 4 is namelijk een extraatje. Morgen, welkom bij een nieuwe vlog. Zoals je kan zien ben ik bij mijn ouders. Ik heb hier geslapen. Redelijk onverwachts. En nu ga ik naar de rommelmarkt. En ondertussen ga ik een luisterboek luisteren. Ik ga beginnen aan een nieuw luisterboek, want mijn andere luisterboek was voltooid. Ik heb trouwens niks gevonden op de rommelmarkt en het is echt zot warm. Maar hierbij wou ik de kans geven om de mooie Westhoek te tonen. Kijk! Mooi! En dit uitzicht is alles behalve uniek hier in de Westhoek. En nu verder fietsen. We zijn terug bij mijn ouders thuis. Ik heb ongeveer nog een 14 minuutjes om gezellig in de hangmat te leggen. Ik had hier echt een middagdutje kunnen doen. Oh. Zo zalig hier. Maar het is nu 12 uur, dus tijd om te eten. Hey, ik ben in de Palingbeek om te werken. Ik sta bij de vleermuizenkast. Maar ik vrees dat ik niet zo heel veel volk heb vandaag, want het is heel erg warm. En dan gaan mensen hier al in het bos gaan lopen, maar komen ze bijna nooit binnen. Maar we zullen zien. Ik heb officieel de warmste auto ooit. Ik weet niet hoe warm dat het hier is, maar buiten is het 34 graden. En hier is het zeker 60 graden of zo. En ik snap nog altijd niet waarom mensen een rond in zo'n warme auto laten zitten. Want het is... De politie heeft hier in Ieper onlangs een Golden Retriever moeten verrijden uit een snackgieto aan. Ik ben net op mijn appartement gekomen. Ik ben hier gisteren een paar uur geweest, maar het is de eerste keer in 4 of 5 dagen denk ik vannacht op mijn appartement gaan slapen. Hey. En dat betekent ook dat er hier zich een kleine afwas heeft opgestapeld. Die ik nu meteen ga aanpakken. Het is hier weer warm. De plantjes zien er ook redelijk dood uit doordat ik ze geen water heb kunnen geven. Oeps. Hey, ik heb even mijn t-shirt uitgetrokken, want het is echt veel te warm. Maar ik wou jullie nog iets tonen. Er is namelijk een pakje toegekomen. Jullie zien wel wat het is, van Ace en Tate. Ik ben namelijk op zoek naar een nieuwe bril, omdat ze mij in de krassen begint te tonen. Zoals ik al in de vorige, ik denk net in de vorige vlog heb laten weten. En daarom heb ik een aantal brillen besteld. Bij Ace en Tate kan je ze namelijk passen en mening vragen aan vrienden en familie voordat je die terugstuurt. En zo elke dag een andere bril aandoen, want dat is niet zo gemakkelijk aangezien. Zonder bril niet. Allee, ik zie wel zonder bril, maar niet genoeg om dagelijks te functioneren. Dit is bril nummer 1. Bril nummer 2. Ik ga hem even tussen gewone shots ook insteken van als ze in de doos zitten.
bril nummer 3. Ik weet dat ze een beetje lijken op elkaar. Behalve bril nummer 4. Bril nummer 4 is namelijk een extraatje. Maar ook niet mis, vind ik. En dit is de bril die ik nu heb. Bril nummer 1. Bril nummer 2. Bril nummer 3. En bril nummer 4. Ik weet nog niet precies wanneer dat deze vlog online komt. Als het voor donderdag. Dus het is donderdag. Als het voor donderdag. Ik denk nou dat het 29 zijn, donderdag. Ja, mooi. Donderdag zijn we de 29ste. Dus als deze voor 29 augustus online komt, kan je nog je mening geven. Want dinsdag 29 augustus ga ik naar Eisentijd om oogmeting te laten doen. En waarschijnlijk ook om mijn bril te bestellen. Dat is de mooie doos waarin hij toekomt. En als je een kind hoort schreeuwen op de achtergrond, dat is niet mijne. Bij mijn ouders heb ik enkele goede films gezien. Namelijk... Wacht hoor, een momentje. 3096 days. Dat gaat over Natasha Kambush, dat meisje die ontvoerd is geweest. En gedurende 8 jaar eigenlijk is opgesloten geweest. Daarnaast heb ik nog een andere film gezien, namelijk 22 juli of 22 juli. Die gaat over de aanslagen in Oslo en op het eiland bij Oslo. Allebei zeer interessante films. Heel blij met mijn leven na het zien van de films. En ik heb gisteren ook gekeken naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 13 Reasons Why. En straks ga ik die verder kijken, uiteraard. Ik ga waarschijnlijk een paar in bad kijken, want ik heb net echt nood aan een bad. Het is echt veel te warm. En dit is mijn avondeten voor vanavond. Een brood met kruidenboter. En ik hoop dat het heel erg lekker wordt. Het kruidenbrood was echt heel erg lekker. Nu ga ik een yoghurtje eten en dan ga ik in bad. Dat gaat zoveel deugd doen. Ik ga even kijken over mijn Netflix afleveringen al gedownload zijn. Yes! Helemaal klaar om in bad te gaan. Ik ga trouwens veel te veel in bad sinds ik hier woon. Zo chill om in het water naar een serietje te kijken met een goed ijsballetje. Maar een filmpje, dat kan ook. Even in de poll of dat jij graag in bad gaat of hier. Ik weet niet waar dat is, staat hier of hier. Uiteraard ga ik weer met een Lush dingetje in bad. Met Plum Snow. Kijk hoe mooi. Het is een... geen badbal, maar een bad... dinges die je onder de kraan moet houden. Voor dat schuimt. En die je gewoon een bad kan droppen. Oké. Okay. Tijd voor mijn badje. That I can't afford it. So, funds that aid expectant mothers. Let me show you some literature. We're here to help you make the right choice. And give you as much... Net een halve aflevering gekeken. Tijd voor de volgende 13 Reasons Why. Dit plankje is super handig.
en komt van Primark. Tijd voor een kalenderplaatje. Oké, dat gaat niet zo. Oké, dat beter. Dat was donderdag. Dat was een vrijdag. Zaterdag. En dit is zondag. Wat een leuke print. Ga ik nog even lezen.